geld dat hij bij zich droeg fladderde hem met rukken de zakken uit, zodat hij het evenwicht verloor en rinkelend op de grond tuimelde, terwijl de futvoerder op de hoop terecht kwam. De gevallen Rijkaard krabbelde overeind en staarde onthut naar de samengebalde middelen waar zijn munten en bankbiljetten in verdwenen waren. Dat gaat niet aan. Een heer van mijn stand moet wat gereed geld bij zich hebben. Met deze gedachte trachtte hij enige florijnen los te maken. Eerst peuterde hij er voorzichtig aan. Toen begon hij te trekken. En daarna ontzag hij zich niet om met handen en voeten aan zijn fortuin te gaan hangen. Rukkend en sjorrend bewoog hij zich enige tijd om het vermogen zonder er een cent rijker van te worden. En tenslotte verliet hij geheel platzak en dodelijk vermoeid het bankgebouw. Oh, wat heb ik nu aan al mijn geld? Ik kan er naar kijken en er tegenop klimmen, maar meenemen kan ik het niet. Ik ben een arm heer die zonder vrienden door het leven moet gaan. Dit moet slecht aflopen, dat voel ik. En als ik nu maar wist waartoe dit alles dient. Tja, goedendag, Helbermol. Dit is een schoon moment. Ziet hier, ik breng u het eerste Ramsolium. Een enorme kapitaal en een ganz grote kracht samengeballt in een kleines doosje. Wonderbaar, niet? Heel aardig. Een enorm kapitaal, hè? Ik kan best iets gebruiken. Voorzicht! Een ongehoorde kracht hoopt zich dat samen. Een jaar energie voor een grootstad steekt dan in uw kleding. Ik dacht al, het is wat zwaar. Dat is der blij. Toch nu iets anders? Ik zou gaan 200.000 florijnen van u ontvangen. Huh? Ja, voor de arbeiders van de soliumwinning. Vat u? Ze hebben het werk nedergelegd. Nedergelegd? Waarom? Vinden ze het niet leuk meer? Leuk? Dat heeft ja geen betekenis. Het is het geld dat een rol speelt. En in alle bedrijven is plots een loonronde van 10% gegeven. Die willen ze ook hebben. Die loonronde was een stunt. Ja, de vakbonden stonden wel wat te kijken van die 10%. Ze hadden er niet om gevraagd. Dure stunt, jongen. Ach, we halen het wel weer uit de consumenten. Daar gaat het trouwens niet om. Nu OBB geen geld meer van ons krijgt, is hij machteloos. Hij kan zijn salarissen niet meer betalen. Daar zit hem de kneep. Ja, laat staan, die loonronde. Een goede stunt, ABS. Hij gaat plat, die OBB. Voorzichtig. Niet te vlug hoera roepen. Vergeet niet dat we te maken hebben met de meesterbrein. We moeten afwachten wat zijn tegenzet zal zijn. ABS. Professor Pilewitzkowski, naar het apparaat. Herr Bommel heeft de soliumwinning stopgezet. Het gaat goed. OBB heeft de soliumwinning stopgezet. Hij vindt zulks lustig. Wat? Hij vindt het leuk. Dat is onbegrijpelijk. Maar leuk is dat woord niet. De Herr Bommel is... Wat is dat woord? Opgelucht. Zeg dat die bovenbazen maar, hoor. Het is heel prettig dat de soliumwinning is stopgezet. Er is al genoeg natuur vernield. Als u begrijpt wat ik bedoel. Onbegrijpelijk. OBB is blij dat het werk is stilgelegd. Gelukkig, zei hij. Hoe kan dat? Solium is zijn enige bezit. Hij graaft zijn eigen graf. Of het onze. Ik ben bang dat dit een nieuwe onverwachte zet is van een meesterbrein. Hij is een financieel genie. Een baas boven baas. Daar wil ik je hebben. Houd hem geïsoleerd. Zorg dat hij nergens krediet krijgt. We staan voor een vijand die nergens voor terug zal deinzen. Zet het maar op mijn rekening. Mijn kleingeld is tegen mijn groot geld gekleefd. Als u begrijpt wat ik bedoel. Ik kan wel wisselen. Maar ik kan er niet aankomen. Mijn groot geld is samengebald door fusies en zo. Als u niet betalen kan, moet u maar lopen. Geen benzine op de pof bij AWS Oil. Orders van boven, meneer. Wat een toestand. Hier gaat een heer met meer geld dan iemand ooit gezien heeft, maar brandstof voor zijn auto kan hij niet betalen. Als mijn goede vader dit had meegemaakt, zou hij niet geloofd hebben dat zoiets mogelijk is. Ach, dat komt er nu van, wanneer geld een rol gaat spelen.
Met deze droevige gedachte betrad hij Grootguts levensmiddelenbedrijf om een brood te kopen. Schrijf het maar even op. Mijn kleingeld is uit mijn zakken gevlogen. En nu zit het vast. Op de bank. U weet hoe dat gaat. Nee, dat is nu jammer, meneer Bommel. U bent een van mijn beste klanten. Ja. Maar er zijn maatregelen afgekondigd tegen overbesteding. En ik mag geen krediet geven. Het gaat niet, hoe het ook spijt. Ook geen waterbrood? Zelfs geen halfje bruin. Mijn middenstandsvergunning staat op het spel. De energiemagnaat verliet met gebogen hoofd de zindelijke winkel. Het schreien stond hem na. En hij meende dat er nu niets ergens meer kon gebeuren. Maar helaas, hij vergiste zich. Dat is hem! Waar staat die volgevreemde geldzak? OPP! Laten we hem een lesje geven. Kom op met die loonronde. Op onze rug een mooi weer spelen, hè? Ja. Wij in de modder graven en jij lekker eten, hè? Ik heb niet gegeten. Ik heb honger. Kom op met die loonronde. Heer Olly, is er iets? Maar moeten. Happers. Soliumwinners. Stakers. Zitten achter me aan. Ik hoor niets. U bent hier veilig, hoor. Wilt u een hapje mee eten? Ga toch zitten. Ja. Dat smaakt. Het is mooi van je dat je me laat delen in je overvloed, jonge vriend. Ik dacht dat iedereen tegen me was nu ik in behoeftige omstandigheden verkeer. En ik ben lelijk tegen je geweest. Die duit van de weddenschap zit me dwars en die onzin over min vermogende. Daar praten we niet meer over. Maar wat bedoelt u met behoeftige omstandigheden? Bent u uw vermogen kwijt? Het zit vast. Huh? Samengebald in de bovenbaaskluis. Je weet wel. Daarop legde hij in korte trekken zijn zorgen uit. En hij besloot met een beschrijving van de stakersbetoging. Hier zullen ze u niet zoeken. Nee. We hebben alle tijd om een plan te maken. Ik heb al een idee. Daar heb je ze! Kweetal, ben je ook op de vlucht? Oh nee, helemaal niet. Dat hoeft niet meer. Bommel heeft woord gehouden. Ik kwam toevallig langs en ik dacht, dat moet ik toch even vertellen. Kom binnen. Wat moet je vertellen? Dat de woestijn niet verder komt. Het vermalen van het bos is gestopt. Ik dank de reus die onder de tafel zit. Geen dank. Ik zit hier maar zo'n beetje, als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, maar de reus Bommel doet dikwijls dingen die mijn denkraam te boven gaan. Ja, zo is het ook met mij. Ik doe ook dikwijls dingen die mijn denkraam te boven gaan. Dat heeft men als heer zijnde. Het is heel moeilijk. Nou, dat lijkt me. Ja. Ik hoop anders dat u een beetje plezier hebt van de futvoerder. Het was een klein geschenkje, maar het is het enige dat ik terug kan doen. Werkt die goed? Die futvoerder? Ja, een aardig toestel. Heel mooie bedoelingen. Hij draait lekker als je het slangetje in de grond steekt. Maar sommige lieden houden er niet van. Er is heel wat over te doen geweest. Ik heb zelfs... Ach, wat praat ik. Ik weet niet hoe ik het allemaal moet uitleggen. Wat jammer. Draait hij niet? Nee. Ik heb hem in de kluis opgeborgen. Daar is hij veilig voor de bovenbazen. Maar hij draait niet. Tuurlijk niet. De futvoerder werkt alleen in de levende natuur. Niet in een kluis. En niet in vermalen bossen, hoor. Waarom niet? Daar zit geen fut in. Ik weet niet waarom. Dat zal Bommel wel beter weten.